Je ziet ze steeds vaker op de weg. Vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs die met gemak een truck besturen en niet te beroerd zijn om te sjouwen of vieze handen te krijgen. Dit zijn Meiden die Rijden. In de serie Meiden die Rijden werden 14 vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs geportretteerd. En Charlotte Pollemans uit Middelharnis was de Benjamin van het stel. Al van jongs af aan droomt ze, samen met haar zus, van een leven in de vrachtwagen. Niet verrassend, als je uit een transportfamilie komt. Maar voorlopig moeten ze eerst nog een diploma halen bij het STC in de Rotterdamse Waalhaven. Er komen steeds meer dames in het transport werken. En dat zien we ook terug bij ons in de opleidingen. Zowel bij de vrachtwagenchauffeuropleidingen en bij de opleiding manager transport en logistiek. Steeds meer meiden kiezen dus voor de transport. En weten zich prima staande te houden in deze van oorsprong stoere mannenwereld. Maar een beetje feeling voor techniek helpt dan wel. Dit hoort er ook bij, het onderhoud van je vrachtwagen. Kijk, jongens die hebben natuurlijk nog wel eens het voordeel. Die hebben in hun jeugd al misschien aan een brommertje gesleuteld. Dus dus de zwarte vingers en het smeer, dat is hun wel bekend. En dames, je ziet het ook in de serie van Meiden die Rijden. De een heeft supermooie gelakte nagels, komt in de nagelstudio. En de ander, ja, die is wat meer in het vak opgegroeid en die heeft dat niet. Ja, voor dit vak moet je niet alleen technisch zijn, maar je moet ook je eigen wagen bij kunnen houden. Je moet verschillende talen kennen als je in het buitenland komt. Duits, Engels. En natuurlijk moet je ook wel je mannetje kunnen staan tussen alle mannen. Want die mannen die denken nog steeds dat vrouwen niet kunnen rijden. Maar? Je ziet eigenlijk dat vrouwen soms zelfs beter zijn in dingen die de mannen kunnen. Bijvoorbeeld het achteruitrijden met een vrachtwagen. Dat gaat gewoon soms veel beter dan dat de mannen dat doen. Dus dat is wel grappig om te zien. Dus de dames kunnen zich zeker goed staande houden in deze sector.